Hey, superleuk dat je kijkt. Vandaag wil ik het met je hebben over social media ondernemen. Heb jij interesse om voor jezelf te beginnen als social media manager of in de digitale marketing? Dan wil ik je graag aan de hand van 5 stappen meenemen waar je eventueel op zou kunnen letten. Dus uh, kijk en doe maar mee. Wil je gaan ondernemen als social media manager, social media ondernemer, wil je je eigen online marketingbureau opzetten? Dan zijn er zijn bepaalde stappen die handig zijn om vooraf in kaart te brengen. Aan de hand van deze vijf stappen wil ik je eigenlijk meenemen en ook een stukje praktijkervaring met je delen om alvast na te denken wat je zou kunnen doen om straks meer uit je bedrijf te gaan halen. De vijf stappen zijn als volgt opgebouwd. De eerste is de visie en de missie. De tweede is een stukje analyse. De derde is de strategie, oftewel de basis. De vierde is een stukje uitvoering. En de vijfde, niet onbelangrijk, is het starten. Als we even beginnen met de eerste is de visie en de missie en dat beantwoordt eigenlijk de vraag van waarom? Waarom wil je gaan ondernemen in de social media marketinghoek of online marketinghoek? Maar wat is jouw drijfveer en is die sterk genoeg om dit ook op langere termijn eigenlijk vol te gaan houden? Op het moment dat jij je eigen motivatie scherp hebt, kan dat je ontzettend helpen en baat. Dan heb je eigenlijk zelf baat bij op de langere termijn. Dus vandaar de, de waarom-vraag is gewoon een hele belangrijke om eerst voor jezelf scherp te hebben. Als je dat hebt gedaan, vaak is dat ook een stukje emotie, dan ga je naar de tweede stap. En dat is het analyseren. En het analyseren is wat meer feitelijk. En een analyse kunnen we eigenlijk indelen in twee hoofdstukken. Dus een interne analyse en een externe analyse. En als je begint met externe analyse ga je feitelijk kijken naar je omgeving, naar je marktomgeving... Met hé, hey, wat gebeurt hier nou? Wat zijn trends in de markt? Wat zijn bijvoorbeeld content trends? Maar zijn er bijvoorbeeld ook trends op het gebied van je klant of je, je klantdoelgroepen die je voor ogen hebt? Dus hoe ziet de markt eruit? Wat zijn uh, concurrenten of collega's? Wat zijn alternatieven, substituten? Dus je gaat heel erg feitelijk kijken wat er gebeurt in de markt, in de omgeving, en je analyseert trends. Als je externe analyse hebt afgerond, ga je naar je interne analyse. En omdat je waarschijnlijk nog niet gestart bent als ondernemer, ga je ook naar jezelf als persoon kijken. Wat voor type ondernemer ben je? Wat drijf je? Wat vind je belangrijk? Um, wat voor type karakter heb je? Hoe goed ben je met bijvoorbeeld klanten of met bepaalde type klanten? Dus je gaat heel kritisch naar jezelf kijken, waar je sterktes liggen en je zwaktes, oftewel je verbeterpunten. Je gaat jezelf analyseren, hoe zou je zelf een bureau op kunnen, op kunnen zetten of ondernemer kunnen worden. Maar bijvoorbeeld ook een stukje financiële analyse. Als jij de ambitie hebt om te beginnen met drie kantoren, met allemaal mooie apparatuur en een heel groot team, met jouw bankzalde laat dat nu niet toe, moet je daar ook voor nu reële keuzes in maken. Dat wil niet zeggen dat je daar niet naartoe kan werken of kan groeien. maar je gaat ook financieel kijken van oké, okay, waar sta ik nu en waar zou ik eigenlijk naartoe willen. Als je dat scherp hebt en je hebt dat heel feitelijk eigenlijk onderbouwd, ga je naar de derde stap. En dat is het neerleggen van de basis en de strategie van jouw onderneming. En hierin ga je nadenken wie je wil bedienen. Dus je gaat nadenken, wat wil ik nastreven? Wat zijn mijn doelen? Waar word ik gelukkig van? Dat, dat zijn persoonlijke doelen, maar dat kunnen ook zakelijke doelen zijn. Welke omzet wil je op de duur halen of welke marge wil je op de duur halen? Hoeveel klanten wil je bedienen en wie wil je bedienen? Wat zijn doelgroepen die je heel erg aanspreken? Voor wie wil je gaan werken? En hierin kan je ook kiezen op strategisch niveau... word ik meer de generalist of meer de specialist? En generalist in de social media marketing kan bijvoorbeeld zijn... dat een ieder bedrijf of potentiële klant... die iets wil met social media naar jou toe kan komen. Maar je kan ook zeggen, nee, ik ben bijvoorbeeld heel goed... in het maken van story content of mijn copywriting is eigenlijk heel goed... of mijn community building is heel goed en mijn foto's zijn wat zwakker dan ga je daar misschien op richten en ga je jezelf ook in de markt zetten als bedrijf die heel goed is in het maken van, uh, van Instagram stories of van, van stories in het algemeen. De reden waarom ik dit zeg is dat social media marketing heel erg breed is. En vaak wordt gedacht als ik maar social media manager ben, dan word ik wel ingehuurd of... Terwijl er eigenlijk elke, elk gedeelte van social media marketing heeft eigenlijk een, een bepaalde skill en een bepaalde specialisme. Dus afhankelijk van jouw visie voor jouw bedrijf en jouw ondernemerschap, ga je kijken waar zie je jezelf, hoe zie je je bedrijf, wat ga je aanbieden en welk type social media bedrijf wil je dus zijn of worden. Een heel belangrijk onderdeel van deze stap is om ook te kijken naar je businessmodel. Dus ga je bijvoorbeeld maatwerk aanbieden, dat betekent dus dat je een aanvraag kan krijgen of je benadert een klant, daar komt een deal tot stand en je gaat een offert op maat maken. Maar je kan ook bijvoorbeeld werken, nee, ik ga meer standaardisatie aanbieden. Toepassen in mijn bedrijf en ik ga werken met social media pakketten. En in dat pakket ga ik bepaalde kanalen aanbieden om te beheren, content maken of een community opbouwen. En nagelang heb ik drie pakketten om aan te bieden aan mijn klanten. Dus ook je businessmodel, wat wil je eigenlijk gaan verdienen en hoe wil je dat gaan aanbieden aan je klanten, is een belangrijke stap om over na te denken. Als je voor je gevoel, je strategie en je basis goed genoeg hebt opgezet, 100% weet ik niet of altijd. Kan als ondernemer zijn, maar laat ze zeggen dat 80% dat je denkt, nou hier sta ik achter, ga je naar de uitvoering toe. En in de uitvoering ga je daadwerkelijk dingen doen. Dus ga je nadenken of, en ook uitvoeren. Je gaat je bedrijf, je websites op laten zetten. Of dat doe je zelf. Je gaat je domeinnaam kiezen. Uh, je gaat naar de Kamer van Koophandel. Je zorgt natuurlijk dat je een boekhouder hebt in het begin. Of dat je iemand hebt die op dat gebied kan meekijken. Denk ook eh, na over je belastingen. Wat, 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 je, wat het kan doen met je inkomenbelasting als je eenmaal ZZP bijvoorbeeld bent. Wat je juridische identiteit is. Dus kortom, je gaat je bedrijf echt opzetten. Mijn ervaring is dat ook een website nooit in één keer 100% is. Dus laat je ook niet tegenhouden door een stukje perfectionisme. Zorg gewoon dat je gaat starten, beginnen en je kan daarna altijd weer bijsturen. Een heel belangrijk onderdeel van stap nummer 4 is natuurlijk ook je eigen marketing. Hoe ga je jezelf in de markt zetten? Ga je via je netwerk ga je klanten werven? Ga je via flyers? Ga je juist via je eigen social media netwerk? Hoe ga je jezelf profileren en welke kanalen zet je in? Zet je SEO in om je online vindbaarheid te verhogen? Wat jij ook kiest is uiteraard aan jezelf, maar je gaat heel goed nadenken over de marketing en de marketingstrategie van jouw eigen bedrijf. En tot slot het starten. En een van de onderdelen van starten is, en dan doe ik eigenlijk meer op een stukje sales, is het benaderen van klanten. Ook daarover kan het slim zijn om een stukje aandacht te geven aan hoe je dat gaat doen. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld ook weet wie jij wilt benaderen, om daar alvast een plannetje voor te hebben, hoe je dat gaat doen, met welke middelen. Um, en daarnaast, wat ook heel belangrijk is, in, vooral als je een stukje sales gaat doen, is een stukje motivatie. Laat je niet weerhouden als je vijf afwijzingen hebt. Zorg ook dat je gewoon doorgaat, omdat je weet dat een bedrijf of het ondernemerschap verder gaat dan alleen maar het aanbieden, maar ook zorg dat je klanten blijft binnenhalen. Kortom, als jij wil ondernemen als social media manager of een eigen bureau wil opzetten in de online marketing of in de social media marketing, kan dat ontzettend leuk zijn. Met deze tips hoop ik je alvast wat richtlijnen te geven op hoofdlijnen om over na te denken. Mocht je nog wel andere vragen hebben, hoor ik je heel erg graag en ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken.